Wel. Karlsson. Nog altijd Karlsson. Probeert het ook maar een keer. En die valt er wel in. Daar is geen kruid tegen gewassen. En zo. Zag niet de langste, dus daar kan hij mooi overheen kijken. Karlsson. Dus ziet hij hem aankomen. Toch spat die bal uiteindelijk op de lat. Uit de draai. Pavlidis. Maar valt prachtig naar beneden. Er zit ook een klein dwarreltje in. Hier meenemen. De Wit. Dan is de keeper kansloos. En is het daar al vlot. 1 midden. Bijna om het links zou natuurlijk ook kunnen. Er wordt Karlsson. En deze valt weer op de lat. Twee vrije trappen van ongeveer dezelfde positie. Daar zit misschien wat in. Sterker nog, daar zit enorm veel in. Even gooit AZ de tip. Reinders en de goed doorgespeeld door Abu Ghlal in de verre hoek. En dan de rebound tot twee keer toe. Niet besteed. En dan toch uiteindelijk wel AZ op 3-1. Eén keer zetten ze aan. Reinders was even de bal kwijt. Door toedoen van Abels. Dit is wel goed gegeven op de lat. AZ er dichtbij in de 10e minuut. Belangrijk moment voor AZ. En voor Sparta natuurlijk ook. En dan kiest hij nu voor de andere hoek. Van Leer wist het. Had hem twee keer in die rechter benedenhoek geschoten. En nu. En Karlsson 2-1. Ja, uit de draai. Het is Mitri. Dat is lekker slim gedaan. Daar heeft Karlsson op gerekend. En werd dat ook benut? Ja. Oei, oei, oei. Kan AZ tempo maken. Karlsson. Karlsson zelf. En dat is een lekker schot. AZ staat met 2-1 voor. Niet op bijna een eigen goal. Nu van den Belt. Hoekschop. Jesper Karlsson. Kopbal. Pavlidis. En met heel veel precisie is het dan 2-2. Bij Wijndal aan de binnenkant. Karlsson. Wijndal loopt door. En wat doet de keeper hier? Oh! Maarten Paas. Is dat Hens van der Hoorn? Blom fluit niet. Nog altijd Karlsson. En het doelpunt, jawel, van de Wit. Het is 3-0. Nog altijd Karlsson. Van der Maro is gezien. Karlsson heeft nog energie. De Wit mag het afmaken. Jongen, jongen, jongen. Wat wordt er slecht verdedigd door Utrecht. Tikje van Karlsson levert behoorlijk wat ruimte op voor Wijndal. Wijndal nog altijd. Niet over van routine. Pavlidis, eerste kans wellicht daar voor AZ. Dit is een grote kans en het is ook meteen raak. Karlsson scoort op aangeven van Pavlidis. Tegenwoordig in Italië. Nu mogen anderen het laten zien. En Karlsson schiet hem er keurig in. 3-0 AZ. Weer trap, Mitje. Karlsson. En toch maar geschoten. En machtig geschoten door Jesper Karlsson. Zo komt AZ. Jesper. Wil wat doen voor het doel. Oekmoetson. Wijndal moet er met de voorzet komen. Krijgt hem terug bij Karlsson. Mooie aanval weer. Schitterend doelpunt. Die linkerkant die toch goud waard is voor AZ. Och, fijne bal op Svensson. Wat speelt AZ ongelooflijk goed vandaag. Karlsson, ja, die zegt, hup, halen die bal, meer maken. AZ speelt. Mitje. Het was niet zo bedacht, maar het pakt goed uit, die aanname. Karlsson. Kipt hem er lekker in en daar is hij. Heerlijke bal van Karlsson bij de Wit. En dan is AZ snel weg. Karlsson tegenover Dumfries. Jesper Karlsson, verre hoek, nee, korte hoek. Dat is de verrassing en de voorsprong. Voor AZ al in de Bos. Overtreding, maar ga maar door, zegt Richter. Want Stengs heeft de bal en hier is vrijheid bij Karlsson. Neerleggen voor Koopmeiners en die racht hem erin. 2-0 voor AZ. Много. Вот какая ошибка могла быть уже вторая от Дромеля.
Избежал он ее, но не избежали партнеры по команде. Есть все для того, чтобы закончить в этом матче всю интригу для Алкмара. Koopmeiners, Karlsson. Karlsson, prachtige goal van Karlsson. Spanning terug. Een paar minuten na de rode kaart. Karlsson. Bij de hand buitenom, waar de Karlsson heel veel ruimte krijgt. En dan dit fantastisch doet. Ja, Wijndal loopt daar naar de linkerkant. Uit voor Karlsson. Karlsson, goede bal. Stengs, de eerste echte kans van de wedstrijd. Openingsgoal voor AZ is ook gelijk daar. Bal hier van AZ, Stengs. Karlsson met het hakje. Gudmundsson pikt op. Hier komt de eerste grote kans. En dat is raak ook voor AZ. Het doelpunt van Jesper Karlsson. 10e minuut. Karlsson. Koopmeiners. Ja, die gaat erin. Koopmeiners met zijn tweede. Een hele zet hem aan te nemen. Heel weinig druk op hem. Boadou dan niet langs Bazour, maar de fout achterin bij Witek. En dan zit hij er wel in. Uit de draai erin geschoten. Door Karlsson. Door de... Die daarop reageerde van AZ. Misschien wordt hij ook wel onderschat door zijn ploeggenoten dus. Zo kan hij er alsnog in. Is het weer Koopmeiners en staat het cadeau. Een soort van eindejaarsbonus voor Jesper Karlsson van de aanvoerder. Karlsson maakt het af. Is dankbaar. En dan is het 5-2. Karlsson. Des gaat Sugawara. Bedien hem dan ook. En dan komt die bal prima uit voor Sugawara. Op drommel af. Die het echt heel goed doet als spits. Karlsson. Karlsson en 3-0. Want ook hij is als een... Nog geen enkele poging gedaan. Stengs, Karlsson. En daar is het wel 2-0. Daar is hij dan toch. Het is, ja... VVV in de slotfase naar 3-3. Bijen helpt een handje, die geeft hem zo aan. Karlsson, Karlsson in de korte hoek. En dan is de voorsprong toch weer hersteld. Achterin en die valt zomaar binnen. De voorsprong is er al heel vroeg in de wedstrijd. Anderhalf minuut gespeeld. Mietje, Karlsson helemaal vrij. Hier is hij. Abu Ghlal vraagt bij de tweede paal. Dat is een goede voorzet en het doelpunt. Uitstekende goal van Zakari. Begeerd door FC Groningen, maar volgens nog te duur. Oh, hier is het al 2-0. Dat gaat snel. De Wit. En weer een assist voor Jesper Kassert. Hij valt vaak goed voor AZ, Abu Ghlal. Kan hij ook schieten? Hij kan ook schieten. Jesper Karlsson raakt de lat. Daar was bij.